17 november 1919 in Den Haag. Beste ouders, eindelijk moet een besluit genomen worden. En dat besluit heb ik genomen. Ik word geen architect, maar schilder. En nu vraag ik u of u mij in deze functie nog enige jaren wilt steunen. Werkelijk, ik ben niet over één nacht ijs gegaan en ik geloof niet lichtvaardig te zijn deze vraag die mij zeer smartvol is u te moeten stellen. Ik weet zeer goed de opoffering van uw zijde. U kent mijn vreemd levensinzicht. Het leven is werkelijk van niet veel waarde voor mij. Met kalmte zou ik het kunnen verlaten. Dit laatste is geen bedreiging of uiting van een overspannen geest. Ik ben gewoon rustig. Het kan mijn ondergang zijn, maar die niet waagt, die niet wint. U weet ook dat schilderen mij grote inspanning kost en ik meen alles gezegd te hebben. Ik wacht kalm uw antwoord af. Uw liefhebbende zoon Karel. Na deze brief gingen Willings ouders natuurlijk overstag. Karel had veel liever naar Parijs gegaan, maar omdat zijn vader Duitse goudmarken over had, moest Karel die maar in Berlijn zien op te maken. In 1926 ging Karel toch naar Parijs en bleef er een half jaar. Ik kwam eerst in Düsseldorf, maar die academie wou me niet hebben, want die tekeningen en die schilderijen die ik meegebracht waren te modern. Gaat u maar naar Berlijn toe, zei die meneer, de directeur. Daar zijn ze moderner. Ik kwam dus in Berlijn, ook een hele zaak op zichzelf, want ik wist helemaal niet waar ik uit moest stappen. Er waren daar 7 stations, dat was voor Nederland natuurlijk een waanzinnig begrip, een Amsterdammertje. En ik ben maar in het middelste station uitgestapt, Friedrichstraße. En vandaar heb ik mijn weg door Berlijn gevonden.
schilderwijze was intussen helemaal veranderd. In Duitsland had ik abstracte schilderijen gemaakt. Ik kwam terug met een tentoonstelling van abstracte schilderijen. En langzamerhand ben ik ook door mijn contacten met België, ook met mijn contacten met mijn vriend Duperron, misschien wel een beetje door zijn invloed, je weet het nooit, want hij zei steeds, ach, die abstracte rommel, die Mondriaan gezien, man, scheid ermee uit. Mondriaan is voor de kinderkamer, dat is niks. Dat was natuurlijk verkeerd, maar ik ben toch veranderd en ik ben naar het magisch realisme gegaan. Dat wil zeggen, een realisme met een bijsmaakje. In 1926 trouwde Karel Willink met Mies van der Meulen. Hij beschilderde een zijden jurk voor haar met abstracte motieven. Omdat zij onderwijzeres was, wilde ze niet herkenbaar naakt geschilderd worden. Dus Karel schilderde er een ander hoofd op. Hij noemde dit werk Ariadne, als verwijzing naar het verhaal van Ariadne en het labyrinth. Het volgende schilderij, waar we Mies van achteren zien, noemde Karel de semafoor. Kijk er maar goed naar, want het bevindt zich aan de andere kant van de wereld. En ik denk niet dat we het ooit nog in het echt terug zullen zien in Nederland. MUZIEK
Het huwelijk eindigde alweer in 1928. Mies verliet Willink voor de schrijver Rijn Blijstra, die overigens altijd aardig over Willink heeft gepubliceerd. Bij de scheiding gaf Karel Willink haar zijn laatste mooie portret mee. Zo van klaar, streep eronder. En de integere Mies schonk dat portret later aan een museum. Wij hebben haar nog bezocht in het Rosa Spierhuis. Zij vertaalde moderne Griekse dichters. In 1928 verwerkte Willink deze scheiding in Gistoux bij zijn vriend Eddy Duperron, waar hij de rozentuin schilderde met dode takken en dorre bladeren en scherven als symbolen van een verbroken liefde. Maar niet lang getreurd. In 1930 schilderde Karel alweer een portret van Wilma, die zijn tweede vrouw werd.